Het scenario dat klaarlag bij PSV, dat was om Mark van Bommel aan te stellen als hoofdcoach. PSV, en dan praat ik met name even over Marcel Brands toen de tijd, directie PSV, raad van commissarissen, is 2 jaar geleden al direct gestart met Mark van Bommel. Om hem te gaan voorbereiden op het vak van hoofdcoach van PSV. Hij heeft voor ons alle ruimte gekregen om zich te ontwikkelen in die periode. Extra bagage, cursus, alle zaken, bagage toe te voegen aan zijn coach-expertise en ervaring die hij als speler al had. Door de ontwikkeling met Philippe Cocu zijn we gaan schakelen. En we hebben het scenario dat Mark van Bommel hoofdcoach was van PSV direct in gang gezet. Wij als PSV zijn ervan overtuigd dat hij klaar is voor deze mooie stap in zijn coachcarrière. Het mag natuurlijk voor mij duidelijk zijn dat, en dat staat ook in persbericht, ik wil het 1 keer benadrukken, dat een club als PSV echt ontzettend dankbaar moet zijn wat Philippe Cocu heeft betekend voor deze club. Als je ziet het aantal prijzen, ik weet in topsport word je ook afgerekend op prijzen. Nou, in die jaren dat hij de titels gehaald heeft, de beker gewonnen heeft, maar ook wat ik bijzonder vond, voor het eerst in 10 jaar de groepsfase Champions League overleven. En hij is een man van de club, dus hij gaat hier door de voordeur eruit.